Ik ben Jos Vlommeren, klustercommandant Nieuwkoop Kagen-Brasem. We staan hier bij het pand aan de molenkade. En er is brand uitgebroken bij de warmtekrachtcentrale van het bedrijf. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Dat betekent dat er drie uitspuiten ingezet worden als mede en een ladderwagen. De eerste uitspuit is naar binnen gegaan om de brand te lokaliseren. Dat brand zit er toch een stukje in het pand. En we hebben hem van een aantal kanten weten te benaderen. Brand kunnen blussen. We zijn nu nog bezig met nablusswerkzaamheden. En hebben we de brand nu onder controle. Oké, dus de brand is helemaal meester nou? Ja, de brand is op dit moment meester, klopt. Het pand is zo te zien niet als verloren beschouwd, hè? Dat niet, hè? Nee, het pand is niet als verloren beschouwd. Alleen het heeft binnen in het bedrijfspand zelf heeft het behoorlijk gebrand. Het is ook een stukje uit het dak gekomen. Dat is aan de buitenkant niet te zien. Maar inwendig is de schade toch behoorlijk groot. Ja, behoorlijk groot wel, ja. Want we kwamen allemaal aan. Maar ondanks de melding grote brand is toch meegevallen. Gelukkig, maar voor degene natuurlijk. Ja, voor de buitenkant is het even lastig om te zeggen van nou is dat nu een grote brand. Maar voor de brandweer is het zeer zeker grote brand geweest. Ja, nou staat er ook nog een witte grote tank naast. Is dat niet een tank wat gevaar kan geven voor brandstof eventueel? Staat er op zoiets op? Air liquid, nee, dat is koolzuur wat ze gebruiken. En zolang dat niet echt verwarmd wordt van buitenaf, dan kan dat verder geen kwaad. Oké, juist. En de mensen kunnen nou morgen waarschijnlijk niet aan het werk denken? Maar ze kunnen wel aan het werk, alleen ze zullen toch eerst even moeten kijken van welke schade is er, hoe kunnen we die schade opknappen en beperken. En dan zal de productie toch geprobeerd te hervatten. Oké, nou is mijn vraag nog, hè. Wat voor soort bedrijf is het eigenlijk? Het is een rozenkwekerij. Een rozenkwekerij, ja. Oké. Ja, ze zijn ook in ieder geval wel. Er zitten ook veel kwekerijen bij elkaar. Ja, een beetje afgelegen van Nieuwveen. Ja, het is het buitengebied van Nieuwveen, ja. Klopt. Ja. En de Alpenspoor zelfs een heel eind moest komen. Die komt dan van ver. Je hebt 20 minuten moeten, 25 minuten over moeten rijden. 15 minuten denk ik, ja. Ja, die kan het ook niet kort doen natuurlijk. Nou, hartstikke bedankt voor je uitleg. Hartstikke leuk. Ja. We zullen het voor het nieuws gebruiken. Oké, hartstikke bedankt.